Egbert Lagaert, u zit hier als lijsttrekker voor Blauw, de Liberalen, voor een nieuwe fusiegemeente Merelbeke-Melle. En Barbara Pas, welkom aan u, ook lijsttrekker Vlaams Belang in Dendermonde. Zoals u weet, voor het debat zometeen beschikt u elk over 5 minuten. Tijd tikt weg, besteed de tijd wel, zou ik zeggen. We gaan eraan beginnen. Meneer Lagaert, ik begin bij u. Uit VRT-onderzoek blijkt dat 1 op de 3 Vlamingen niks moet weten van een fusie. Waarom is dat, zoals in Merelbeke-Melle, dan toch een goed idee volgens u? Maar bij ons is het zo gekomen. Ik woon in Merelbeke, dat is de grote partner van de twee. En het was eigenlijk de gemeente Melle, een randstedelijke gemeente naast ons, die ons de vraag komen stellen is om te fusioneren. En de reden waarom zij dat gedaan hebben, dat is omdat zij in het gemeentehuis heel wat diensten hebben waar maar 1 ambtenaar op een bepaald domein zit. Bijvoorbeeld stedenbouwkundige vergunningen is 1 ambtenaar. Als die persoon ziek of afwezig is, heb je geen oplossing. En dus men had eigenlijk wel een beetje een probleem naar continuïteit van de dienstverlening en waar men keek naar een grotere gemeente naast zich om te kijken om te fusioneren. Ja. Vond u altijd een goed idee? We zijn niet over 1 nacht ijs gegaan. Toen we die vraag kregen, hebben we eerst een onderzoek gedaan of we dit echt betere dienstverlening voor de mensen konden maken, zowel in Merelbeke als in Melle, en we de belastingen konden verlagen. Want ik vind voor mij is de toch wel de proef op de som. Kan je ervoor zorgen dat de dienstverlening voor iedereen beter wordt en de belastingen dalen? Als je dat niet kan bewijzen, dan wordt het een politieke koehandel waar wij liever niet wilden aan meedoen. En we hebben ook onze oppositie betrokken, waardoor we heel die heisa ook niet gehad hebben, zoals in Zwijndrecht. Mevrouw Pas, waar staat u in dit debat? Moet dat kunnen, fuseren, of zegt u liever niet? Wij zijn voorstander van vrijwillige fusies. Zeker niet, zo is het nu ook geregeld. Zeker niet opgelegd van bovenaf. Er zijn genoeg studies die aanwijzen dat de ideale, optimale bestuurskracht ligt tussen gemeenten en steden, tussen de 30.000 en de 60.000 inwoners. Dus dat dat een streefdoel is, daar kunnen wij ons in vinden. Maar het mag nooit opgelegd worden van bovenaf. Voor ons kunnen vrijwillige fusies onder 3 voorwaarden. 1. Vrijwillig, niet opgelegd. 2. De juiste motivatie. De motivatie moet zijn een betere dienstverlening. Het moet ten goede komen van de burgers en de ondernemers in uw gemeente. En het mag niet louter omwille van het financiële plaatje zijn of omwille van de politieke carrièreplanning van een aantal mensen uit die gemeente. En 3, dat is voor ons essentieel, de 3e voorwaarde. De burger moet zich daar kunnen over uitspreken. Je hebt een democratisch draagvlak nodig voor die fusies. Dus een bindend referendum. Een bindend referendum, daar zijn wij absoluut voorstander van, zodat men dat niet... Want dat is al te vaak het probleem met deze fusies, dat een... Ja, minachting is van de democratie. Men houdt, zoals in Zwijndrecht, zoals in Borsbeek, men houdt referenda om er dan geen rekening mee te houden. En dat kan voor ons niet. Maar waarom dan, denkt u, zijn 1 op de 3 Vlamingen tegen? Ik denk dat het een stukje om identiteit gaat. Hè. Dus als ik de tegenstanders van een fusie hoor, ook bij ons, maar die zijn niet heel talrijk, gaat dat toch een beetje over verlies van uw dorp, uw gemeente, waar je aan vasthoudt. Mensen zien als een stuk van hun identiteit. Begrip voor? Ja, zeker. Omdat mensen zoeken in een complexe wereld wel een beetje houvast. En hun eigen gemeente, stad of dorp is toch een houvast. Tweede wat je hoort, en daar moet je binnen een fusie heel aandachtig voor zijn, de dienstverlening moet nabij blijven. Je hebt dat er net in het filmpje ook gehoord. Was ook in de reportage. Dat iemand zei, we gaan voor alles naar Beveren moeten gaan. Ja, als dat het resultaat is, dan krijg je de mensen ook niet mee. Mm-hmm. Dus je gaat moeten zorgen dat, bijvoorbeeld in een fusie als bij ons, 2 randstedelijke gemeenten, dat mensen ook in de kleinere gemeenten voor de basisdocumenten, een identiteitskaart, een paspoort, een rijbewijs, dat ze dat dicht bij huis eigenlijk ook kunnen vinden. Als je die garanties kan geven, dan voelen mensen zich toch gerust in dat verhaal. Oké, ik geef nog even meer dat u nog 3 minuten hebt. Mevrouw Pas, ik had eigenlijk gedacht dat u met dat identiteitsargument zou komen. Dat is het democratische draagvlak. Ja. Dat is net, en dat zijn terechte bezorgdheden van de mensen. En daarom heb je daar net een draagvlak voor nodig. Waar je je thuis voelt. Waar je je thuis voelt, absoluut. Maar het is een beslissing van de burgers. En in dit land wordt er al veel te weinig rekening gehouden met democratische verkiezingsuitslagen, met de wil van de burger. En dat is essentieel in een democratie. Wil de bevolking het zelf, dan omwille van de terechte bezorgdheden rond identiteit en dergelijke meer, dan is er geen probleem. Ik vraag het u ook, omdat u niet rabiaat tegen bent op bepaalde voorwaarden, zoals u net opsomde. Maar in Zwijndrecht hebben uw mandatarissen wel meegestemd voor de fusie, ook al
had het referendum gezegd nee, wij willen dit niet, met een grote meerderheid. De partij heeft beslist om die mandatarissen uit de partij te zetten. Omdat wij net die democratie zo hoog in het vaandel dragen. Niet alle mandatarissen hebben voor die fusie gestemd. We hebben geprobeerd om die op andere gedachten te brengen. En als dat niet het geval is, dan stopt de samenwerking. Want voor ons is het essentieel dat je naar de wil van de bevolking luistert. Ja, maar is het toch ook niet van belang, en ik kom zo terug bij u, er is ook een financiële bonus, hè? De Vlaamse overheid neemt de schuld voor een deel over. Dat kan voor vele gemeenten, denk ik, een groot verschil maken. Is dat geen argument? Dat is een argument, maar dat mag niet het enige argument zijn. Als ik zie dat een Bart Somers, die pleitte voor verplichte fusies, dat die in Mechelen met een persconferentie samen met de burgemeester van Bord-Meerbeek aankondigde dat hij zou fusioneren, dan was dat louter om die 50 miljoen te hebben voor zijn schuldenput. Ja. Het is gelukkig niet doorgegaan, want zelfs het Schepencollege en de gemeenteraad in Bord-Meerbeek was er niet eens van op de hoogte. Maar dat is een voorbeeld hoe het niet moet. Ja. Het mag niet louter een financiële oefening zijn. Meneer Lagaert, u was voorzitter van Open VLD. Toen meneer Somers dat inderdaad wilde doorvoeren, de fusies verplicht maken, is dan later door een volgende Open VLD-voorzitter weer van tafel geveegd. U ging heel licht over die financiële bonus, maar die is er wel degelijk. Hè? Die is er. Die bedraagt bij ons bijvoorbeeld 18 miljoen. Niet te versmaden? Nee, maar ik vind dat eigenlijk ook een foute motivatie. Hè. Dus ik vind, er worden vaak foute motivaties gebruikt voor een fusie. Wat je heel vaak ziet, een burgemeester van een bepaald kleur stopt, gemeente daarnaast met burgemeester van dezelfde kleur doet verder en dan neemt het om politieke redenen over. Totaal fout. Dat is niet het plan wat je moet doen voor een fusie. Die schuldovername eveneens. Bij ons is dat 18 miljoen. We zullen een zeer gezonde financiële gemeente zijn nadien, dankzij de Vlaamse overheid. Maar als je geen goed plan maakt over wat je nadien met dat geld doet, dan kun je dat geld ook weer heel snel terug uitgeven. Als uw fusie een soort wafelijzerpolitiek wordt, in iedere deelgemeente moet er dan een sportplein komen, een cultuurcentrum. Dan zijn al die centen heel snel uitgegeven en is uw gemeente niet desnoods veel slagkrachtiger. Mm-hmm. Dus ik vind soms, wat ik vaak zie, men begint eraan, maar zonder deftig plan. Ja, maak eerst eens een deftig businessplan, hoe dat die toekomstige gemeente er moet uitzien, hoe dat je het voor de mensen echt beter gaat doen. En dat geld is mooi meegenomen, maar dat mag echt niet de juiste motivatie zijn. Nee, oké. En dus ook niet verplicht, begrijp ik. U zit allebei 2,5 hebt u nog, u hebt 2 minuten. Het woord geld is gevallen, daar wil ik het dan nu over hebben. Het geld van de steden en gemeenten. Mevrouw Pas, in het Vlaams regeerakkoord staat, u bent van Dendermonde, dat de Denderstreek meer ondersteund moet worden. Meer geld naar de Denderstreek. Ik neem aan dat u daar niet tegen bent. Ik ben daar uiteraard niet tegen, maar wat dat niet in dat Vlaamse regeerakkoord staat, is dat heel dat gemeentefonds, dat nu een ondoorzichtig kluwen is, dat men dat gaat 1. herverdelen en 2. veel transparanter gaat maken. Nu is dat een warboel met voorafnames, met clusters, met allerhande criteria die politieke kopstukken kunnen gebruiken om eigen streken voor te trekken en dergelijke meer. Dus je moet 1. dat systeem moderniseren, vereenvoudigen en ervoor zorgen dat je objectieve criteria vindt hanteert. Vindt u dat Dendermonde te weinig krijgt? Dendermonde krijgt €352 per inwoner. Mm-hmm. En als je dat vergelijkt met Gent en Antwerpen, die rond de €1.500 zitten per inwoner, dan zie je een scheeftrekking tussen de kleinere gemeenten, tussen de landelijke gemeenten en de grote steden. Het is vandaag geen gemeentefonds, het is vandaag een grote stedenfonds. Ja, even en zeggen, dat moet herverdeeld worden. Dat in dat gemeentefonds meer dan 3 miljard zit, dat wordt inderdaad volgens een hele reeks parameters verdeeld over verschillende gemeenten en steden. Ik geloof dat Merelbeke €205 per inwoner krijgt. Daaruit verandert dat nu met de fusie trouwens? Krijgt u meer? Nee, ik zal niet veel veranderen. De parameters veranderen niet veel, maar wat collega Pas zegt klopt. Hè. Dus die pot is 3 miljard, zoals u zegt. En 1 miljard daarvan is al voorafname naar 2 steden, Gent en Antwerpen. Ja. Onterecht? Dat moet toch eens geëvalueerd worden. Eerlijk gezegd, randstedelijke gemeenten, zoals bij ons, hebben ook stedelijke problemen. Wij zitten te zuiden van de stadskern Gent. We hebben ook een cultuurcentrum, een zwembad, heel wat dienstverlening die gebruikt wordt voor de hele regio. We hebben een stuk van die uitdagingen evengoed als de stad zelf. Kijk, naar Vilvoorde is in de rand van Brussel ook een gemeente die even grote uitdagingen heeft als sommige wijken van Brussel. En die krijgen bij lange die centen niet. Ja, dus dat moet herzien. Die criteria dat moet herzien kloppen worden. Niet meer. Daar bent u het over eens. Nienhoven, 276.
75 euro per inwoner, terwijl Ninoven eigenlijk een hele hoop problemen heeft die echt beter moeten gefinancierd worden. Interessant dat u Bart Somers heeft een dure studie besteld over die herverdeling, maar er is helaas niks van in huis gekomen. Ja. En het staat nu ook niet in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Van Donnie Rutten heeft die afgewerkt. En dat is dus inderdaad een studie die de Universiteit Leuven gemaakt heeft, denk ik, 27 hypotheses om een nieuwe berekening te maken. Maar helaas lees ik daarover niks in het Vlaamse regeerakkoord. Dat is wel in de Vlaamse regering. Ja, volgens Van Donnie Rutten was haar werk nogthans af. En de bedoeling was dat de onderhandelaars daar nu mee een nieuw systeem zouden aan bod brengen. Maar ja, Antwerpen en Gent zitten altijd aan tafel bij zulke onderhandelingen. En hebben niet graag dat er iets verandert. U kreeg het vorige keer niet gedaan. Nee, we hebben het voorbereidend werk gedaan, maar het ook niet meer kunnen veranderen. Ja. Maar het woord Ninoven is gevallen. De burgemeester van Ninoven gaf een interview in de Tijd deze week. En zei, ja, eigenlijk, Dendermonde krijgt 3 miljoen meer dan wij. Het is ongeveer evenveel inwoners. Eigenlijk vind ik dat wij daar recht op hebben. Heeft ze gelijk? Er moet een eerlijkere verdeling komen. Maar wat men de voorbije legislatuur heeft proberen doen in de hoop om de opmars van het Vlaams Belang in Ninoven te stuiten, is om daar extra overheidsgeld in te steken dat daarom niet altijd even goed besteed is geweest. Nee, maar misschien hebt u het minder nodig in Dendermonde dan Ninoven. Er moeten objectieve criteria komen. En er moet dus er vooral niet voor gezorgd worden dat kleine gemeenten en landelijke gemeenten dat die ook voldoende middelen krijgen. En dat is vandaag helemaal niet het geval. Dus maak daar een transparant systeem van, zoals in Nederland bestaat, zoals in Scandinavische landen bestaat. Maar geen voorafnames, geen clusters en geen politiek getouwtrek, zoals dat vandaag het geval is. Ja, daar bent u het in elk geval al over eens, dat het anders moet. Want natuurlijk, een groot probleem is dat een groot deel van dat geld dat uit het gemeentefonds herverdeeld wordt, besteed wordt blijkbaar aan het betalen van de pensioenen van ambtenaren in de gemeenten en dus niet gaat naar de noden waar de mensen in de gemeente en steden iets van merken. Ik zeg maar wat, stoeptegels rechtleggen en dergelijke meer. Zou dat het verschil maken als dat eruit gehaald wordt? Maar ik vind dat eigenlijk een non-argument. Heel vaak komt de stad Antwerpen komt daar vaak mee af, omdat zij heel wat statutairen hebben die nu met pensioen zijn en hoge pensioenlasten hebben. Maar dat is iets wat men al tientallen jaren weet. Hè. Bekijk gewoon hoe oud dat je personeelsbestand is. Je weet dat je daarvoor staat. In onze gemeente hebben we dat ingecalculeerd. Daarvoor rekenen wij niet op het gemeentefonds. Het gemeentefonds moet echt voor uw werking zijn. En op dat vlak worden kleinere gemeenten stiefmoederlijk behandeld. Trouwens, die steden zitten echt aan de knoppen als het gaat over allerlei uitgaven, de lijn, tramlijnen, buslijnen, ja, dat hebben wij als gemeente niet. Ik hoop eerlijk gezegd met de fusie rond Gent, zijn een aantal grotere gemeenten, dat we echt meer druk bijvoorbeeld op de lijn kunnen zetten om ook zaken af te dwingen. Dus we hebben ook meer middelen nodig. Ja, dat is duidelijk, denk ik, van u beiden. Tot slot, en om stilaan af te ronden, want u hebt nog 1 minuut. Stel dat er een herverdeling komt, meer geld per inwoner in Dendermonde, wat bent u ermee van plan? Hoe gaan zij het verschil merken? De essentie moet zijn dat de centen die komen van dat gemeentefonds teruggaan naar de inwoners. Dat je dat inderdaad investeert in de noden die er zijn. Ik kan u zeggen, in Dendermonde, er zijn er heel wat. Ja, we hebben nood aan uitbreiding van een sporthal, nieuwe sporthal. Er is infrastructuur, fietspaden, voetpaden. Er is voldoende werk en een tekort aan middelen vandaag om al die investeringen te kunnen doen. Dus die centen zijn zeer welkom. En ik vind het goed dat men een soort van motivatie heeft, aanmoediging heeft met die centen voor fusies, dat men dat aanmoedigt. Maar je mag steden en kleine steden en gemeenten die niet fusioneren, niet straffen omdat ze niet fusioneren. Okay. Ook zij hebben recht op voldoende middelen om voor hun inwoners een goede dienstverlening te kunnen geven. We hoorden het in de reportage zeggen, mensen die afknappen op het feit dat het referendum niet gevolgd is of de uitslag van het referendum niet gevolgd is en die zeggen ik ga niet meer stemmen. Denkt u dat in Dendermonde veel mensen zullen gaan stemmen of niet? Ik hoop want de stemplicht is afgeschaft. Hè, ik hoop absoluut dat ze gaan stemmen, want alleen gaan stemmen zal het verschil kunnen maken op een ander beleid in Dendermonde. Uw tijd is op. U hebt nog 16 seconden. Stel, gemeentefonds wordt rijkelijk herverdeeld. Wat zijn uw plannen? Ja, ik denk op zich hebben we een financieel gezonde gemeente, maar ik ben het wel eens, iedere gemeente moet kunnen werken. De absoluut kleinere gemeenten zullen wel op termijn toch verplicht worden om ergens te gaan samenvloeien, omdat men gewoon niet meer de ambtenaren heeft om de taken van vandaag te kunnen volbrengen. Maar op basis van vrijwilligheid moet dat verder kunnen. Oké. U hebt het allebei mooi tegen de tijd volgemaakt. Ik wil u daarvoor danken, Barbara Pas en Egbert Lagaert.